Voilà. Herman en Denise, heb ik hier bij me. Hoe lang zijn jullie al bezig? Wij zijn dit jaar 10 jaar bezig. 10 jaar met samen dan, ja. Met zingen, met spelen, ja. Ja, dat begint al, Herman. Amai, zeker en vast, ja. Allee, ik ben al van mijn 15 jaar aan het muziek spelen, hè, maar... Ik zeg het, altijd in die branche gezeten en nooit uitgerokt. En uiteindelijk, ja, ze, samen met mijn vrouwkes en samen uit, samen thuis. Hè. Oh ja, we zijn nog jonge mensen, hè. Ja. Dat betekent ook al iets. We doen er nog 10 jaar bij, zeker. Hè? Ja. Wat zijn er nu 25, hè? Ja. Was maar waar, hè? Ja. Nee, half de 50, we zijn al twee half de 50, dus we moeten nog even mee kunnen. Hè. Zeg, het is niet de eerste keer dat jullie in Mechelen komen, hè? Komt die graag? Heel graag. Altijd heel veel dansers. En ja, wat moet er meer hebben? Dat is een luxe, als je voor zo'n mensen kunt spelen. Hè. Ja. Dat is... Een heel goed danspubliek. Een heel goed danspubliek, ja, zeker. Ja, dat hebben we het liefste. Ja. Van waar die interesse voor de muziek? Ja, dat is er ingegeven, denk ik, van thuis uit. Mijn vader zat ook in de muziek, dus alleen zo niet voor... Dat was aan de fanfaren, hè? De dorpsfanfaren en dan een zangkoor en zo ingerold. En ja, de Herman is gaan studeren voor muziek. Dus, Hier nog, hè? Hier in Mechelen, hè? In Stedelijk Conservatorium. Hè? Ja. Daar heb ik piano en trompet gedaan. Ja. Maar je doet ook harmonica, dacht je? Ja. Dat was mijn eerste instrument. Daar ben ik mee begonnen als ik 12 jaar was. Dus, en dan mijn eerste instrument, dat was lessen accordeon. Ik ben privélerares. Zo, hè. En dan achteraf maar in een orkestje gerokt. Mijn vader had dan voor mij een orgel gekocht. Ook een leraar gehad voor orgel. En alle soorten muziek. Dus klassieke opleiding en populaire opleiding. Dus ook nog een beetje kerkorgel heb ik ook nog lessen gehad. Ik heb in een tijd heel wat liedjes geschreven. In een tijd dat ik nog bij Eddie Smit speelde, had hij een tekst voor mij. En dan moest ik daar de melodie op schrijven. Hè. En zo zijn er toch al een tiental nummers die uitgebracht zijn op een cd. Die eigenlijk de melodie van mij is en een tekst van een Eddie. Ja. Ze willen strafkoppelen. Hoe ziet de toekomst eruit voor jullie? We doen zo wat verder. Hè. We hebben nog werk zat. En ik denk dat we zo wat verder kunnen doen. Ik denk dat af en toe eens iets nieuws leren. Ook niet te modern, want daar zit ons publiek eigenlijk niet op te wachten. Maar tegenwoordig wel meer zo de swing en de rock and roll komt hard in. Ook. Ga er vandaag een goeie op geven? Ja, we gaan er een lap op geven. En we hopen dat de mensen straks heel content naar huis zullen gaan. Oké, bedankt. Succes. Oké, dankjewel.